FC Den Bosch TV wordt mede mogelijk gemaakt door Macron Sports, Van Wanrooy Bouw en Ontwikkeling en Scoremaster. Speel mee en win ballen voor je club. Welkom bij weer een aflevering van FC Den Bosch TV. Ja, de poppen staan klaar. Het circuit is helemaal klaar voor de training. Want we gaan aanstaande vrijdag de polder in, oftewel naar FC Almere. Altijd moeilijk, zullen we maar denken. De ploeg van Jack de Gier. En vroeger heette Almere heette Zwarte Schapen en FC Omniworld. We praten over deze ploeg met William Vloed natuurlijk. Die laat zijn licht schijnen over de prestaties van Almere tot nu toe. En hoe we de tactiek gaan toepassen. En we gaan nieuwe spelers introduceren. En dat doen we allereerst met een Belg, Ben Santermans. Veel kijkplezier bij deze aflevering van FC Den Bosch TV. William Vloed, Almere City. Gaan we de polder in? Ja, klopt. Wat is dat voor een soort ploeg? Wat voor beeld heb jij bij die ploeg? Nou ja, het is een aparte ploeg. Hè. Het is een ploeg die vorig jaar uitstekend uit de startblokken is gekomen met de komst van Jack de Gier in de winter. Dit seizoen een moeilijke start heeft. Ook heel wisselend heeft gespeeld. We hebben beelden gehad tegen Eindhoven, waar ze echt superieur. We hebben beelden gezien tegen Cambuur, waar ze een stuk minder. We zijn live geweest bij een wedstrijd. Wisselend voetbal. Ze zijn wel versterkt. Ze zijn natuurlijk ook een paar spelers kwijtgeraakt die vorig jaar wel het verschil maakten, zoals Kip. Dat is een hele belangrijke speler voor de ploeg. Nou, kortom, Almere is gewoon een hele lastige tegenstander. Maar ja, volgens mij is dat in de Jupiler League. Elke ploeg is aan elkaar gewaagd en de vorm van de dag is vaak heel erg bepalend. Jij zegt, we hebben de beelden gezien, ik ben naar een wedstrijd geweest. Is dat jullie voorbereiding, de manier van voorbereiden naar een tegenstander? Beelden analyseren en soms spion ergens naartoe sturen? Nee, niet soms, structureel. Elke ploeg wordt live bekeken. Als het kan, door ons. Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk omdat je vaak vrijdags voetbalt. Maar net als afgelopen week zijn er natuurlijk mensen geweest bij Utrecht Fortuna om die in beeld te brengen. Omdat dat op een maandag was en wij een vrije avond hebben. We hebben een vaste wedstrijdanalist, Arjan de Wit, die wekelijks de ploeg van ons in beeld brengt. Als die niet kan door omstandigheden, dan brengen we een van onze jeugdtrainers. Afgelopen week is Mark van der Ven een wedstrijd wezen kijken. Zodoende hebben we altijd op papier één live wedstrijd. Vaak heeft iemand van de staf de wedstrijd gezien. En Paul Beekmans en Erik van der Ven houden zich samen bezig met het bestuderen van de wedstrijdbeelden. Doen spelers dat ook? Of krijgen spelers ook beelden te zien van de komende tegenstander? Ja, op woensdag. Dan kijken we de manier waarop Almere speelt. Dus de opbouw, de manier waarop ze aanvallen, de manier waarop ze storen, de manier waarop ze verdedigen. We hangen ook altijd de vermoedelijke opstelling neer met sterke en minder sterke punten van de betreffende spelers. Op donderdag doen we het altijd met spelervattingen. Dan kijken we naar alle spelervattingen van Almere en hoe wij er tegen gaan spelen. De spelers hebben beelden gezien, hebben informatie gekregen. En zijn wat dit betreft, voor vrijdag doen we dat altijd. Want vrijdag willen we het niet meer over de tegenstander hebben. Dan moet dat bij hun gewoon in het hoofd zitten. En dan focussen we ons op onze eigen manier van spelen. Jack de Gier, een apart figuur binnen het trainerschilde lijkt me. Nee, is niet een apart figuur. Jack was natuurlijk als voetballer apart. Heeft een mooie carrière gehad en is begonnen als trainer. En ik heb de stappen van dichtbij meegemaakt. Dat was bij NEC, een van mijn assistenttrainers. En hij heeft een fantastische eerste stap gemaakt. Het is een dorpsgenoot van mij. Ondanks dat ik hem daar niet ken, want hij was vele jaren jonger. Maar is een hele gedreven trainer. En heeft met name een hele hoge gunfactor. En dat doet hij gewoon heel goed. Vorig jaar bijna promotie bewerkstelligd. Dat zou een geweldige prestatie zijn geweest. Nou ja, je ziet gewoon in de Jupiler League als je één periode gewoon heel goed speelt. En dat deed je hun. En je komt dan een periodetitel en je komt in de nakomtie. Dan kan er iets van alles gebeuren. Nou, tegen Willem II, de nakomtie, ze kwamen ze wel wat tekort. Dat was volgens mij een heel duidelijke overwinning van Willem II. Goed, hoe zit het met de blessures? Het lijkt me dat het steeds minder wordt. Maar je hebt uiteraard hier het laatste woord over. Ja, het blijkt, het gaat minder. Ik heb gistermiddag live weer eens een keer met Alessio gesproken. Dat gaat heel langzaam. We wisten dat er ook veel weken tegenover stond. Hij is nu aan het belasten zonder hulpmiddelen. Daar heeft hij nog wat last van. Dus het echte lopen gaat er niet goed. Luc Brouwers is op de weg terug, maar het duurt ook nog wel een paar weken. En dan hebben we Damiano. Damiano is afgelopen weken bij geweest, is ingevallen. Heeft toch nog iets last ervan gekregen. Moet wat aangepast doen. Ik hoor dadelijk van de medische staf of die inderdaad erbij kan zijn bij de eerste 18. Wat verwacht je voor wedstrijd?
Nou, ik verwacht wel een open wedstrijd. Want ik heb het gezien, de beelden, dat is Almere is geen verdedigende ploeg. Die voor de goal gaat hangen. Ze proberen aanvallend te spelen. Met een paar hele creatieve middenvelders. Met een paar heb ik ook nog gewerkt. Ze hebben wat een sterke aanval. Met Rieke de Voorde, die ik bij NEC heb gehad. Die ook goed in de bal is. Die veel naar de bal te komen. Ook goed in de diepte gelanceerd kan worden. Ja, het is een achterhoede die snel aansluit. Dus ik verwacht een open wedstrijd. En ik denk dat wij dezelfde manier zullen spelen. Zoals we dat eigenlijk hebben gedaan bij NAC. En dan met dezelfde temperament zoals we dat de tweede helft tegen Top Os hebben gedaan. Er liggen volop kansen voor de Bos. Ja, maar ik denk dat we elke wedstrijd kansen krijgen. Kijk, ik hoop ook een keer dat we echt weer het niveau halen wat we bij NAC hebben laten zien. Want dat was herkenbaar, dat was goed voetbal. En dat we ze niet een keer in de wedstrijd weer het moeten gaan corrigeren in de rust. Want dat hebben we in de afgelopen tijd natuurlijk met uitwedstrijden bijna altijd moeten doen. Dat we in de rust moesten gaan corrigeren, behalve bij NAC. En dan krijg je een goed resultaat. Dus ik hoop gewoon echt dat ze nu in de start dat laten zien wat ze in hun mars hebben. Hallo, ik ben Ben Santermans, geboren in Hasselt, 24 jaar en ik speel dit seizoen voor FC Den Bosch. Hoe ben je zo bij FC Den Bosch terechtgekomen, Ben? Ja, dat is eigenlijk vrij snel gegaan. Het was het einde van de transferperiode. Ik zat vorig seizoen bij Beerschot Wilrijk, dat is een club in België, in Antwerpen. Daar kwam een nieuwe coach, Mark Breys, en eigenlijk een week voor de trainingen begonnen kreeg ik van hem een telefoontje waarvan hij tegen mij zei van kijk Ben, het zou beter zijn voor u dat je een andere optie zoekt, want we hebben een paar nieuwe spelers. En het was voor mij vrij duidelijk dat ik beter naar een andere club kon uitkijken. En ja, het was eigenlijk vrij snel dat er interesse was van FC Den Bosch. Ben ik hier komen meetrainen een week. Is me goed bevallen. De technische staf was overtuigd. En ik heb dan eigenlijk vrij snel de beslissing gemaakt om naar hier te komen. Omdat ja, het gevoel was hier heel positief. We hadden een goede groep. En zo ben ik hier eigenlijk beland. Ja. Wat zijn jouw sterke punten? Althans, hoe zie jij ze zelf? Ik denk ja, als verdediger wat belangrijk is, is kopbal sterk zijn en in het duel sterk zijn, de organisatie behouden. En ik denk vooral ook met medespelers sturen en coachen. En dat we vooral proberen die nul te houden, dat we geen doelpunt tegenkrijgen. En dat is denk ik de belangrijkste taak voor mij en voor alle verdedigers. Ja. En je bent linksbenig en dat is ook heel prettig, hè? Ja, voor mij is dat wel prettig. Ik denk hier in Nederland heb ik gehoord van de trainer dat er niet zo heel veel linksbenige centrale verdedigers zijn. Dus ja. Het kan een beetje een voordeel zijn, maar natuurlijk, als ik aan de linkerkant speel, is het wel makkelijker om voor de passing naar de linksback en naar het middenveld te zorgen. Dus dat is wel een positief punt. Laten we even in vogelvlucht jouw jeugd doorlopen. Bij wie heb je allemaal gespeeld? Ik ben gestart als kleine jongen in Hasselt. En daar ben ik op mijn 10e ontdekt door Racing Genk, een grote club in België. Daar heb ik van mijn 10e tot mijn 18e gespeeld. Dat was een heel mooie tijd. Daar heb ik toch met een paar grote namen die nu in Europese voetbal spelen, mee getraind en zelfs wedstrijden gespeeld. Dus ja, dat was heel positief. En dat waren? Thibaut Courtois, denk ik. Iedereen kent hem wel van Chelsea. Kevin De Bruyne nu in Manchester City. Origi, Liverpool, Carrasco in Atletico Madrid. En zo zijn er nog een paar. En ja, het was natuurlijk fijn om in de jeugd met zo'n toppers eigenlijk samen te trainen en mee samen te spelen. Ja. Hoe ligt jouw ambitie hier, Ben? Ja, voor mij is het allemaal nieuw. Het is het eerste jaar in Nederland. Ik denk een beetje ontdekken hoe de competitie hier aan toe gaat. Maar ik ben al nu in 6 wedstrijden aangenaam in afstand van het niveau. Ik denk met België is het te vergelijken. België is fysieker. Daar zijn meer duels en hier is toch meer het voetballen wat primeert. En dat is voor mij ook wel iets wat heel belangrijk is. Ik ben ook graag iemand die probeert te voetballen. En dus ja, het bevalt me eigenlijk wel heel goed, ja. Je bent ook een opbouwende centrale verdediger. Ja, klopt. Dat is natuurlijk bij ons altijd in België erin gepeperd. Hè. Dat we altijd proberen de oplossing te zoeken en niet zomaar een lange bal en proberen te voetballen. En ik denk dat hier in Nederland gewoon algemeen dat hier wordt gehamerd op dat we niet te snel die lange bal geven, dat we proberen op te bouwen. En dat is voor mij wel belangrijk, dat we niet zomaar lange ballen gaan spelen en fysieke duels zoeken, maar toch ja, opbouwen en zo proberen vooruit te spelen. Je zegt het is belangrijk om de nul te houden. Wat dacht je na 4 wedstrijden met 15 doelpunten tegen? Ja, dat was niet zo'n lekker gevoel natuurlijk. Hè. Ik kreeg er direct verschillende tegen. En als nieuwe speler is het een beetje zoeken in het begin. Ik denk, ja, het was voor iedereen een beetje zoeken de eerste wedstrijden. Na die doelpunten hebben we toch eventjes samengezeten, denk ik. Met de staf, met de verdedigers, met heel de ploeg. Om elk jaar toch iets te veranderen. Want die tegendoelpunten ja, die zaten ons dwars. En, ja, er moest iets veranderen. En ik denk dat het nu de laatste 2 wedstrijden al veel beter ging. En dat iedereen het gewoon beter oppikt. En dat dan de toekomst alleen nog maar beter kan gaan. Ben, je pakt ook altijd wel een paar doelpuntjes mee hè, per seizoen. Ja, normaal gezien wel. Nu, dit seizoen zijn er 2 op korte tijd. Daar ben ik wel blij mee. Ik denk, ja, als verdediger is het altijd leuk. Hè. Ik denk, bij een corner om mee te kunnen gaan en dan een doelpuntje meepikken, ja, is altijd positief. Ja. En nog wel tegen Jong PSV en Jong Ajax? Ja, dat zijn natuurlijk mooie wedstrijden. Hè. Als je daar een doelpuntje kunt meepikken, ja,
voor mij is het niet zo belangrijk wie scoort. Als ze maar scoren en we winnen, dat is het voornaamste. Wat opvallend is natuurlijk in de bossenverdediging, 3 Belgen. Ben je met Belg meer Mans? Hij Mans, Santer Mans en Bie Mans? Ja, klopt. Ik denk dat het nu dit jaar 3 Belgen van achteren zijn. Dat is ook iets nieuws. Ik weet niet of het naar de toekomst toe nog meer Belgen zullen komen, maar ik denk dat het wel tot elkaar goed aanvoelen als Belg zijn. En ja, de verstandhouding is heel goed tussen mij, Bart, Jonas en alle andere spelers ook. We komen goed overeen en dat is voor mij het belangrijkste. Zijn er nog andere dingen belangrijk in jouw leven behalve het voetbal? Goh, ja, ik denk gelukkig zijn en een beetje genieten van het leven ook. Hè. We zijn goed met onze job bezig, maar daarbuiten moeten we ook toch een beetje kunnen genieten en ontspannen. En vooral met vrienden, dus weggaan en tijd maken voor familie vind ik wel een van de belangrijkste zaken. Nou zijn de afstanden in de Jupiler League, die zijn vrij groot. Je moet wel naar Cambuur, naar Almere en je woont dan in België. Hoe doe je dat dan als je op vrijdagavond speelt en zaterdags weer hier geacht wordt te zijn om uit te lopen, zoals dat heet? Dan probeer ik eigenlijk hier op hotel te blijven samen met Bart Biemans en Alessio Carlone. We kunnen hier altijd een hotelkamer ter beschikking voor ons. Dus ik denk dat we dan hier het best blijven slapen en dan hier de volgende dag ons weer melden op de club. En dat is voor mij het gemakkelijkste. Want aangezien de afstand redelijk ver is, dan kunnen we hier onze rust pakken en 's morgens weer fris op training verschijnen. Worden jullie nog een beetje aangepakt door die Nederlandse jongens met Belgen moppen? Ah, dat valt wel mee. In het begin was het wel natuurlijk. Ah, daar is weer een Belg bij en een beetje mopjes. Maar nu is het al veel beter hoor. Ik denk dat wij regelmatig wel eens een mopje maken over hun. Dus ja, omgekeerd. Wanneer ben jij tevreden, Ben, dit seizoen? Goh, tevreden. Ik denk als we nu deze lijn die we nu hebben ingezet doortrekken en dat we minder goal tegenkrijgen als in het begin, zoals de laatste 2 wedstrijden. En dat we gewoon nog een mooi seizoen draaien en we zien waar we uitkomen. Maar ik denk dat we de goede weg zijn opgeslagen en dat we zo moeten verder gaan. En dan komt dat helemaal goed. Fijn dat u heeft gekeken naar weer een aflevering van FC Den Bosch TV. Natuurlijk kijken we terug met de beelden van FC Almere tegen FC Den Bosch. En een korte vooruitblik natuurlijk dinsdag de bekerwedstrijd, de clash tegen regio-concurrent FC Eindhoven.